Hallo Karsolien, ik ben Mark en ik ben vandaag weer met de Skylines. De vorige aflevering zijn we hier gebleven en ik heb nog behoorlijk wat dode mensen in mijn stad zitten helaas. Maar dat heeft ook gelijk mee te maken omdat het met de landfill sites en met de industrie die hier eerder zat, dat het daarmee te maken had. Dus dat gaat waarschijnlijk betekenen dat ik misschien iets van een hospital... Ja, sowieso een hospital, maar ook een... Even kijken, wat is dit? Oké, dat is niet echt zo belangrijk. Maar dan plaatsen we er gewoon hier wat extra van neer. Want hier groeit nu de industrie weer. Dus... Oké, er is ook een vuurtje zo te zien net. Dus ik maak hier ook gewoon van alles een beetje wat ze daar ook wel nodig hebben. Hé, hey, daar overstroomt het een beetje. Dat is niet de bedoeling. Wat dat gaat betekenen is dat ik de weg wat hoger ga leggen, zodat ik daaronder ook nog even wat neer kan zetten. Even kijken, pitch up. Dan connect ik het tot daar en dan gaat er gewoon de weer weg. Zo. En op gaat deze dan. Ja, tot daar en dan. Moeten we dit even wat hoger leggen, gauw. Vloedvol kan er niet onder te voren. Dus dan doen we gewoon. Dit. Nou, het heeft nut. Soort van. Oké, ik zie hier gelijk een probleem met de traffic. Dus dat is een beetje het probleem waar ik nu een beetje mee aanloop, zo te zien. Dus we moeten eventjes... Zo, dat is wat beter. En met die stroomleiding of die stroomkabels die kunnen dan nog... Oh shit, dat is... Nee. Zo, niks van te zien.
Want eigenlijk is dat ook wel heel fijn, want als je dan bijvoorbeeld naar de industrie toe moet, dan hoef je, als je dan van bijvoorbeeld de autobaan afkomt, hoef je niet gelijk eerst door de residential zones en de commerciële zones, kun je gewoon gelijk door. Hoe vol zitten die dingen eigenlijk? Behoorlijk. De doden, dat is echt gewoon een probleem, zo te zien. Dit is misschien ook nog wel handig, een helikopterdepot. Zet ik wel gewoon hier neer. En moeten deze dingen natuurlijk ook binnenkort weg. Maar dan laat ik hier nog wel eventjes staan. Dat is wel nice, want deze die kan eigenlijk overal naartoe. Kan ik dat toevallig ook zien? Nou, dat wint niet. Sister detection, nee. Oh. Hypnotoad, wat? Ik denk dat we nog wel heel wat incinerators nodig gaan hebben. In principe. Zo, vier incinerators en een landfill site. Oh, wat is hier aan de hand? Oh, de stroomleiding is hier geraakt. Vandaar. Niet meer. Er zit dus iemand te klagen over dat ze geen werkend water hebben. Daar heb ik nu al een aantal afleveringen last van. Ja, hallo, ik kan het niet vinden hoor.
Nou, deze kat is ook weg. Oké, alle auto's die van de cargo train terminal gaan, die gaan altijd deze kant op. Of zei deze. Nou, hoeft het op zich niet. Oké, oh nee, shit. Kijken. Een forestry truck. Nou, waar ga jij heen? Frank's Fish Sticks. Het is een forestry truck, French fish sticks. Klinkt eerder als eten. Een file hier. Vier politieauto's voor mij. Wauw. Oh. En die is opeens weg. Ik denk dat deze viaduct ook wel weg kan halen. Ook niet echt veel dit zo te zien. Maar ja, wacht, deze die kunnen we natuurlijk ook gewoon verplaatsen. Ik kan er ook gewoon zeggen van, oh, die zetten we hier neer. Hier, dat is handig. Ga ik ze gewoon allemaal één voor één verplaatsen. Maar ik zat eigenlijk zo van, oh, die kan ik dan eigenlijk het beste misschien nog wel gewoon verwijderen. Maar als het verplaatsen natuurlijk ook gewoon mogelijk is, dan is het natuurlijk het verstandigst om te doen. Maar in de incineration plants, daar wordt ook gewoon shit naar gehaald. Dus in principe kunnen we de incineration plants wel het beste gewoon gebruiken in plaats van die landfills dingen. Ja, misschien ook gewoon een beetje van beide, lijkt me ook wel. Misschien het beste om te hebben. Oké, deze die... Nog best wel wat. Dus die laat ik wel even wachten, maar hier kan de grond dan in ieder geval wat verbeterd worden. Tot 15 households. Er zitten helemaal niet mensen in. Misschien moet ik hier gewoon eens even een universiteit plaatsen. Kunnen ze daar eens even lekker studeren. Oké, ik moet hier verderop wel sowieso nog een eentje hebben. Oh, direct naast het spoor.
Zit daar ook met de Statue of Liberty? Ik denk dat er weer enige nood begint te komen voor inwoners. Dus ik maak hier gewoon een aantal woonwijken en commerciële gebieden. Ik ga ondertussen deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een lekker afwijken en dan zie ik je wel een keer weer. Later.